ja hallo allemaal dit is bjorn de liefjes. en uh, ja fijn dat jullie even kijken naar deze video wat ik wil jullie graag even vertellen waar ik de afgelopen weken uh, nou precies mee bezig ben en wat er nou allemaal ja wat er een beetje allemaal aan de hand is. Zit oh, ik nog zo laag? Nee ik zit niet zo laag. <laughs> Goed um, het is jullie vast wel opgevallen dat ik ietsje minder actief ben de laatste tijd en dat heeft ook wel uh, een aantal redenen eigenlijk en die wil ik graag even met jullie doornemen um, Zoals het eigenlijk nummer 1 wel. Ik weet niet of sommigen het gemerkt hadden, maar er was in een, een, een. Voor mij nu al een maand geleden. was ergens in een livestream van mij. Was, uh, hebben een paar mensen er gemerkt dat mijn geluid er begon te haperen en dat soort uh, rare ongein. En uh, toen bleek dat. Op de een of andere manier had ik <laughs> iets met de settings lopen, knooien en wat dan ook. En toen uh, heb ik. Ja, onbewust heb ik mijn geluid eigenlijk een beetje naar de knoppen ingelopen. Uh, dus ik ben met de support desk van Elgato. Ben ik heel heen en weer geweest, bla bla, bla. Op een gegeven moment, uh, een maand verder, nog niks uh, uitgekomen met Elgato. Dus heb ik gedacht van, nou, ik stuur mijn Elgato terug, want misschien is hij kapot. En dan krijg ik een nieuwe Elgato. Dus ik heb een nieuwe Elgato gekregen. Alleen die, uh, ja, die deed het zeg maar ook niet. Die had ook hetzelfde probleem. Daar haven het geluid ook continu de hele tijd. En ja, daar werd ik op zich een beetje, een beetje moedeloos van. Dus uh, ik uh, besloot even geen tijd en energie meer in te steken, omdat ja, ik werd er gewoon echt letterlijk moe van. En uh, dus heb ik gedacht van nou, weet je, ik laat het wel eventjes en ik ga straks weer verder. Um, maar uiteindelijk hoorde ik helemaal niks meer van Elgato. En daar ben ik op zich best wel teleurgesteld in. van Je bent een, een, een bedrijf dat koopt, verkoopt capture cards. En als je het probleem nu op kunt lossen, dan laat je maar niks meer van je horen, denk ik. Uiteindelijk heb ik het probleem al zelf opgelost door. Um, normaal gesproken gaat het geluid en beeld. Gaat beide over je HDMI-kabel heen. Nou, in dit geval. Wat heb ik gezegd? De, het geluid gaat niet meer over de HDMI-kabel heen. Maar het geluid gaat nu vanuit mijn uh, game-PC. Gaat er een Oostkabel. Gaat naar mijn. Uh, uh, naar mijn stream-PC heen. En die captures het geluid vanuit een audio-kabeltje. Nou, prima. Het lost in ieder geval het probleem met het geluid op. Daar ben ik al lang blij mee. Um, maar natuurlijk is er nog meer. Uh, zoals jullie zelf gemerkt hebben, is het de afgelopen dagen ontzettend warm geweest hier in Nederland. En dan moet je denken aan 30 graden plus natuurlijk. En om dan hier te gaan zitten. Ik zit boven in een appartement met een plat dak. Dus als het buiten 30 graden is, dan is het hier in deze slaapkamer ook 30 graden. Misschien nog wel meer. En ja, je ziet al hier achter mij een, een ventilator staan. Dat heb je ook wel echt nodig hoor. En als het 30 graden plus is, dan is het voor mij onmogelijk om te gaan livestreamen. Dus dat is, een van, dat is ook een reden waarom het gewoon voor mij dan onmogelijk is om live te gaan. Dan, dan smelt ik hier letterlijk weg. En natuurlijk uh, speelt werk ook een klein beetje mee. Want uh, om kennis op te doen moet je leren. En uh, als ik graag wil... Oké, okay, mijn gamepc zegt dat hij een virus gevonden heeft, uiteraard. Um, maar uh, natuurlijk, uh, ja... Moet je dan ook gaan leren. En moet je doen met, met, dan moet je gewoon je hoofd bijhouden. En dus dan. Hè? Dan moet je natuurlijk gewoon niet in, te druk zijn met je, in je, in je hoofd. Met van oké, okay, ik moet gaan livestreamen. Dat je een echt in je achterhoofd hebt. Terwijl je aan het leren bent. Dat, dat helpt niet heel goed. Dus eigenlijk die drie combinaties hebben er eigenlijk een beetje voor gezorgd. Dat ik gewoon dacht van. Nou, ik zet het even op een laag pitje... Eventjes. Hou op met je virusbedreigingen. Um, een beetje op een laag pitje, Gewoon even lekker. Uh, gewoon eventjes eerst je hoofd schoon krijgen. En dat heb ik nu een klein beetje gedaan. Dus ja, um, ik hoop dat ik deze zondag of volgende week zondag in ieder geval weer live kan gaan. Met een uh, 20 minute livestream. Want er zijn natuurlijk ook heel veel dingen in de tussentijd gebeurd. Bijvoorbeeld Chris uh, heeft een nieuwe trein en dergelijke. Dus um, ja, en natuurlijk gaan we dat allemaal nog wel doen. Alleen voor nu even een, uh, een, uh, ja, hoe zou ik noemen? een update video. Om eventjes te laten weten van wat er nou precies aan de hand is. Hou op met je virusbedreigingen. In ieder geval, dames en heren, even bedankt voor het uh, kijken en uh, hopelijk snel tot ziens. Um, ja, bye bye.